Zaterdag 9 uur, El Clasico, Real Madrid tegen Barcelona. Bas, we gaan niet uh, die wedstrijd in zijn geheel analyseren. We gaan het hebben over Real Madrid-specifiek en Barcelona-specifiek. Maar we beginnen met Real Madrid. Ja. ja laten we dan starten met de stand op dit moment. Laten we daar eens mee beginnen. Hier zien we dus Atletico nou, staat nog steeds aan op kop met 66 punten, gevolgd door Barcelona met 65 en daarna Real Madrid. Maar buiten het feit, het resultaat en het feit dat het de wedstrijd Barcelona-Real Madrid is, gaat het ook nog om onderling resultaten. Ja, klopt. Nou, zoals je ziet, ze gaan een beetje geluipd mee. Hè? Want het gaat altijd over de inhaalrace van Barcelona ten opzichte van Atletico. Alleen ja. Real Madrid ligt op de loer. En ze hebben natuurlijk eerder dit seizoen met 3-1 gewonnen in Camp Nou. En ja, Real Madrid vlakt ze niet uit. Zeker als je ziet ook. Nou, ze winnen natuurlijk van Liverpool. Ja, op een, een kijkend, manier, ik. ja, absoluut. Zeker hoe ze het gevaar ook van Liverpool neutraliseren. Als je dan ziet dat ze Carvajal, Ramos, vooraan en Hazard missen... ...zijn gewoon vier basisspelers, normaal gesproken, als iedereen fit is. Ja. Uh, dan zegt dat toch wel iets ook over de veerkracht van Real Madrid. Want ze, nou, ze bleven natuurlijk geen grootse seizoen. Ik denk dat de ontwikkeling van uh, Vinicius, van Rodrigo... Uh, van Eulika natuurlijk, hè, die verhuurd zijn Arsenal. Het ja. is allemaal ja, iets beneden verwachting gegaan dit seizoen. Ja, maar aan de andere kant kunnen we zeggen dat Benzema echt weer zijn oude... of tenminste echt in een goede vorm verkeert. Ja. En Asensio ook. Nee, ik denk wel dat ze gehoopt hadden om, uh, om iets minder afhankelijk te worden van Benzema dit seizoen. Ook als je naar ja. topscores van Real Madrid kijkt, hè. Casemiro is de nummer 2 op, op een flinke afstand van Benzema. Ja, eigenlijk is dat natuurlijk niet goed voor een club als Real. Uh, er horen meer flankspelers of aanvallende middenvelders omheen te staan. Ja. Dus voorin zijn ze wel erg afhankelijk inderdaad van Benzema. En dan is het hoop op een goede dag van Vinicius of Asensio. Nou, we weten van die twee, ze brengen niet uit de regelmaat. Maar goed, tegelijkertijd geven de laatste weken natuurlijk wel, wel hoop. Asensio nu vier goals in de laatste vier wedstrijden. Misschien dat hij er nu eindelijk doorheen komt. Hè? Ja, hey, en als we naar nou de, los van de stand. Hè? Real Madrid staat op dit moment derde. Maar een goed resultaat tegen Barcelona, dat is eigenlijk een gelijkspel. Wellicht al zo. Het kan ja. heel bepalend zijn in de eindfase ja, zeker. Nee, je, uh, inderdaad, vanwege het onder resultaat natuurlijk ook. En ja, Real uh, ja, ja, Madrid, ze zijn lastig te verstaan. Dat maakt die wedstrijd van zaterdagavond ook ja. wel interessant. Hè? Want stel, uh, nee, je bent Koeman, en Barcelona leidt met 2-1. Ga je dan nog proberen dat onderlinge resultaat weg te poetsen? Ja, maar dat gaan we in de analyse van Barcelona gaan we bespreken, Bas. Klopt, klopt? Ik had trouwens, voor de uitzending had ik een heigende Michel lijn. Die had net 10 kilometer gerend in 42 minuten. Nou, dat heb ik van zo langs ja, als nee. leven. Heb ik, dat nee, ik heb Michel ooit zien hardlopen. Nee, dat is wel een, een fenomeen hoor. En maar moet je eens nagaan, is hij net klaar met zijn 10 kilometer? Ja. Heb ik hem aan de lijn? Ik vraag hem eventjes naar het, dat onderlinge resultaat. En hij somt ineens 2007 op. Barcelona en Real Madrid, allebei 7, 76 punten. Mm. Barcelona heeft met een plus 45 ten opzichte van plus 26 van Real Madrid een veel beter doelsaldo. Maar dat onderlinge resultaat bepaalt uiteindelijk. Real Madrid wint, wint thuis en speelt gelijk in Kamp Nou, volgens mij. Mm. En Real Madrid kampioen. Ik vind daar wel iets voor te zeggen, trouwens, dat onderlinge resultaat in het voordeel is. Ja, maar het is, het is natuurlijk... toch op basis van een heel seizoen? Ja, maar nou. Ja, weet ik niet. Stel dat jij. Stel dat je inderdaad. Uh, nou, bijvoorbeeld Atletico Madrid. Atletico Madrid is geen ploeg die zeg maar heel makkelijk met 4-5-0 wint. Nee, hè? maar je krijgt maar, je ook heel weinig tegen. Ja, maar dat, precies. Dat is inherent aan de speelstijl. Dat het doelstel van Atletico Madrid altijd wat lager is. Maar stel dat zij inderdaad met die speelwijze. Dat ze bijvoorbeeld Barcelona uh, twee keer eenvoudig verstaan. Dit seizoen. Ja, maar dan, dan, pa dan pak jij dus twee wel. wedstrijden ten opzichte van uh, de. Nou ja, hoeveel wedstrijden zijn het? 36? Ja. Dan pak je er twee uit. Want soms ligt een tegenstander je ook. En soms ligt een tegenstander hier nee, niet. Nee, klopt, klopt. Dus ik ben eigenlijk meer voorstander van doelsaldo. Ja, dat zijn we niet over eens. Maar over ja, over ja, misschien moeten we de comments vragen. De te geven? Nou, jongens, wat vinden jullie? Doelsaldo of onderling resultaat? Laat het in de comments weten. Ik ben voor doelsaldo. Basis voor onderling resultaat. Uh, hangen we er nog een weddenschap aan vast? Degene die de meeste stemmen. Ja, krijgt? ik denk, ook gezegd, jouw mening is natuurlijk wel iets gangbaarder. Want? Nou ja, doelsaldo is logischer. Maar als je er, als je erover nadenkt, onderin staat Liverpool Manchester City bijvoorbeeld. Ja. Ja, Manchester City is aanvallend opwindender dan Liverpool. Vond ja. ik ook in het topjaar. Maar als Liverpool twee keer die, die onderin in confrontatie wint, dan vind ik ja, dat het toch wel echt iets voor te zeggen is dat zij de betere zijn over dat seizoen. Als ja. puntenaantal gelijk. Maar de ultieme oplossing is een uh, kampioenswedstrijd. Ja, dat zou. Uh... Toch? Hey, laten we er helemaal er eens bij pakken. Want ja. uh, inderdaad, tegen Liverpool speelden ze. Uh weer degelijk, heel goed uh, in, de, in de, nou, de omschakeling, die bal mm. van Kroos weet je, kort moment eroverheen ja. heel sterk zijn ze daarin uh, in de competitie, laatste drie wedstrijden daarvoor twee keer gelijk, waaronder tegen Atletico Madrid, het grappige is wij hebben het uh, gevoelsmatig misschien niet heel veel over Real Madrid nee. omdat het niet heel sprankelend is, Klopt. maar het is wel zo degelijk en zo effectief ja, het is ja, het begint een beetje te lijken op Atletico. Uh, Atletico in topjaren gewoon een solide uh, meedraaien in de top. Alleen ja, niet echt voor heel veel vermaak zorgen. Real Madrid is een beetje een, een samenvatting in een ploeg geworden. Hè? In, in 90 minuten ga je er niet echt meer voor zitten. Okay, we, we kijken het wel, ook, uh, ook omdat het ons werk is natuurlijk. Ja. Maar op zaterdagmiddag, als je de keuze hebt uit een leuke Premier League-wedstrijd of Real Madrid speelt thuis tegen Air Bar. Nou, is ben je toch geneigd voor die Premier league wedstrijd te kiezen? En het was natuurlijk in de jaren met Ronaldo anders. En ik denk dat Real Madrid wel weer terug wil naar die status. Ja. Uh, er wordt ook al gesproken: hè? Bernabeu wordt nu natuurlijk volledig vernieuwd. Bij de heropening, die moet samenvallen met de presentatie van een nieuwe superster. Nou, in de dromen van Florentino uh, Perez is dat Kilian Mbappé natuurlijk. Het zou geweldig zijn, hè? Ja, dat zou deze ploeg ook zoveel extra geven? Hè? Want inderdaad, de basis is gewoon nog steeds goed. Dat zie je ook tegen Liverpool. Ja. Uh, er is nou, die vrouw vrouw. een heel goed middenveld. Ja, omdat daar eigenlijk wel van alles wat in zit, behalve nummer 10 misschien. Maar ze hebben diepgang met de pasing van Kroos en Modric. Hè, die altijd ook hebben voor de diepte. Hoe vaak werd niet Venetius of Mandi gelanceerd op links? Het mm -hmm. wordt ook interessant ten opzichte van Dess natuurlijk. Hè? Ja. Hoe gaat Barcelona zich daar staande houden? Uh, tegelijkertijd. Kunnen ze goed het tempo uit de wedstrijd halen als ze dat ja. willen, even voor de controle zorgen. En met ja. Casemiro, dat is zo'n handige breker. Want ook als je tegen Liverpool op een gegeven moment maakt hij een overtreding. Ja, eigenlijk is dat gewoon geel waard. En hij komt er op een of andere manier altijd mee weg. Hij zoekt net die grens op dat het nog net kan. Ja. Want als je Casemiro de statistieken erop nakijkt, het aantal kaarten in zijn carrière, dat is echt bijzonder laag. Ja. Ze... En wat ook meespeelt bij Casemiro, Zidane is natuurlijk zelf in zijn carrière een aanval in de middenvelder geweest. En die weet als geen ander ja. belang van een controleur als Casemiro. Makkelee was de Casemiro van Zidane. Een, een vangnet achter hem. Die, die knapte het vuile werk op, zodat Zidane in balbezit weer kon excederen. En... Waarbij we eigenlijk misschien ook wel de voetballende kwaliteiten van Casemiro tekort doen. Ja. De voornaamskwaliteit is inderdaad de controle, maar nee, het ja, is ook nou... nog een goede voetballer. Ja, tweede op de topscorerslijst achter Benzema dit seizoen Dat zegt ook wel iets. Hij heeft wel die drang naar voren. Op een gegeven moment ja. moet ik zeggen dat ik ook wel vond dat hij het een beetje ging overdrijven hoor. Niet dit zo maar vorig seizoen. Toen scoorde hij inderdaad een paar keer. En ik van ja, je bent wel opgesteld om je specifieke kwaliteit eigenlijk bij balbezit van de tegenstander. Uh, alleen dit seizoen is Real Madrid aanvallend uh, minder dwingend geworden. Dus ja. dan hebben ze ook wel behoefte aan die uh, impulsen van hem. En ja, het is jammer... Dat, uh, van Isco eigenlijk, hè? Kijk, in de jaren dat Real Madrid domineerde in de Champions League, dat ze drie keer op rij wonnen, had Zidane vaak ook een periode in het seizoen ja. dat hij eigenlijk even afstapte van die 4 3 of Tenminste, op papier speelde ze nog wel 4 3 En ja, dan kwam hij aan de rechterkant spelen, maar dan kwam hij e vaak op de tien. terecht. Ja, precies, eigenlijk hè? een vrije rol. Ja. En dat zorgde toch voor extra dynamiek in het elftal. Dan, met Isco tussen de linies, dan maakte het middenveld Ja, Jij, jij zegt tussen completer. linies, hè, maar de, dat was wel die fase dat ze ook wat hoger op het veld stonden, laat maar zeggen. En nu Klopt. zie je ze... Ja, ja, ze zakken veel in. Ze spelen ja. heel veel. Laat maar zeggen, maken ze gebruik van de ruimte van de snelle jongens voorin. En de balvastheid van Benzema. Ze spelen veel directer dan de Ja, je serie ziet het ook had. terug in statistieken. Minder tegengoals, minder balbezit. Het is ja. allemaal iets defensiever geworden. Uh, en ja, een speler als Isco is daar natuurlijk het slachtoffer van ook wel. Al moet hij ook in de spiegel kijken en brengt hij zelf wel heel weinig op. Ja, en als we nou de opstelling erbij pakken. We hebben de opstelling van Real Madrid hebben we hier, uh, hier staan. Ja. Uh, nou, de linkeropstelling, daar kunnen we eigenlijk wel van uitgaan dat uh, dat de opstelling is tegen Barcelona. Dat was ook de opstelling tegen Liverpool. Uh, maar waar ik benieuwd naar ben, want daar wil ik straks met jou over hebben. We roemen het middenveld van, uh, van Real Madrid. Uh, met drie jongens die, die aan de bal goed zijn, die weinig weggeven, heel dominant kunnen zijn. Maar als we kijken naar Barcelona, die. Op dit moment 3-5-2 uh, spelen. Dus een heel veel mensen op het middenveld hebben. Tegen Atalanta Bergamo speelden ze volgens de rechteropstelling. Dus pasten zich daar ook op, uh, op aan. En dat is eigenlijk een beetje de manier waarop Barcelona in ieder geval op het veld in eerste instantie staat. Ja, alleen een belangrijk verschil wel ten opzichte van toen met Atalanta Bergamo is dat ze nu natuurlijk Veraan en Ramos missen. Dus ja. de bezetting centraal achterin is al dun. Uh, die ploeg tegen Liverpool stond heel goed eigenlijk. Hè? Ja. Want Liverpool is ook... Natuurlijk, een elftal dat normaal graag tussen de linies uh, speelt, hè, met uh, Mané en Salah die naar binnen komen om daar een beetje verwarring uh, te zaaien als verdedigers uitstappen. Geel ja, Madrid, ik moet zeggen, het stond eigenlijk als een huis in grote uh, delen ja. van de wedstrijd. Dus ik denk ook echt wel dat Sidaan uh, daaraan vast gaat houden. Ook omdat je bij uh, met deze formatie uh, kun je die ruimtes die achter de vleugelverdedigers uh, bij Barcelona gaan vallen, die kun je ook veel mee, beter uh, afstraffen, denk ik. Ja, maar hoe, hoe zie je dat dan? Dan zie je dus eigenlijk een, of een Real Madrid dat in gaat zakken. En waarbij de spelers die tussen linies komen, dus dat is een Griezmann, dat is een, een Messi. Die jongens worden opgevangen eigenlijk door de controlerende middenvelders. En die ja, blijft staan in zijn formatie. Ja, precies. Ik denk dat Real Madrid eigenlijk Barcelona gaat lokken. Dat ze de afstand tussen verdediging en middenveld heel klein houden. Waardoor ja. inderdaad... De jongens die jij net noemt, die kunnen wel uh, tussen de linies gaan opduiken, maar die kunnen heel lastig bereikt worden. Hè. Real Madrid is daar wel gespecialiseerd in. Dus deze is vaak ook in de outfase fase van de Champions League. Hè. Gewoon ja. die paaslijnen dicht houden. Heel gedisciplineerd. Sidaan nou, stelt daar zijn elftal natuurlijk ook op samen. Hè. Jongens als Lucas, Vasquez, Asensio ook. Ja. doen heel veel defensieve arbeid. En dan verwacht ik dat hij uh, Barcelona een beetje wil lokken. Hij speelt natuurlijk met uh, Alba en Dest heel aanvallend. Ja. Uh, Frenkie de Jong dan als een van de drie verdedigers, nou, zorgt wel in de omschakeling, kan dat Barcelona kwetsbaar maken. Ja. En dan uh, denk ik dat ze met Vinicius en Asensio en Benzema, die natuurlijk ook wel heel slim is hè, in het aanspeelbaar zijn of juist wegbewegen. En wat gebeurt er dan als die backs hoog op gaan denk jij? Want ze, ze, ze zetten eigenlijk in op de counters, dus ja. de ruimtes die dan Barcelona laat. En dan met Vinicius en Asensio, laat maar zeggen, gokken ze op de snelheid. Maar tot hoever zullen zij meegaan met die backs? Want ik verwacht niet dat Real Madrid continu back op back gaat spelen. Jawel? Nee, ik denk dat, uh, ik denk dat Asensio uh, vanaf rechts meegaat. Dat, uh, dat ligt hem ook wel. Venetius ja. He? u, moet u meer van zijn snelheid hebben dan Asensio. Dus ik denk dat je die graag voorin wilt houden. Ja, dus op... die wordt opgevangen door Mandy. Dest in dit geval. Ja, precies. En uh, uh, weet het? die rechte zone achterin bij Barcelona Dat is natuurlijk ook wel een beetje een zwakke plek. Hè? Ja. Dat, uh, want kijk, uh, links traf, staat Langley. Nou, dat is meer een pure verdediger. ook Mingweza heeft zich nog minder bewezen hè, ja. met DES daarvoor. Ik kan me wel voorstellen, nou, dat is natuurlijk de zone die Zidane aanstipt. als oké, okay, hier kunnen we gaan toeslaan. Dus ik denk dat ze op die flank altijd diepte willen houden. En uh, dat ze verder in fases van de wedstrijd. zullen de controle zoeken, hè, zoals ze tegen Liverpool deden. zeker in de openingsfase. Modric, Kroos die tempo bepaalde, die baljes soepel liet gaan. Ja. Rustig, voorzichtig zoeken naar openingen via de flanken. En uh, maar ik denk ook dat er een hele periode is dat ze Barcelona zullen uitnodigen om te komen. En zullen loeren op de counter. Want Real Madrid ja. is en blijft vaak op de counter. En wat verwacht jij van uh, de, de heenwedstrijd? Hè? Werd uh, Frenkie de Jong eigenlijk min of meer onschadelijk gemaakt door Valverde? Die kreeg gewoon één opdracht. Frenkie mocht niet aan de bal komen. Toch? Ja. Dat was zijn opdracht. Nu speelt hij centraal achterin. Creëert hij vaak die extra man op het middenveld. Verwacht je dat Benzema continu met Frenkie de Jong meegaat? Mm, ja. Benzema speelt natuurlijk altijd al wat meer teruggetrokken als nummer 9. Mm -hmm. Het is geen uh, balletjes afwachten. Dus hij is altijd betrokken in het spel zonder bal. Dus ik denk inderdaad wel dat hij... Uh, Frenkie Jong voor zich zou willen houden. Ja, we gaan ook uh, bij zowel Real Madrid... als Barcelona Barcelona doen. We. Dan morgen gaan we een opvallende speler eruit halen. Ja. Als we kijken naar Real Madrid... dan kunnen we misschien wel het meest gaan verwachten van Marco Asensio. Een speler die graag... opstaat in topwedstrijden natuurlijk. Uh, vier keer gescoord in de laatste vier wedstrijden. Ook tegen zichzelf. Hij ja. heeft natuurlijk uh, veel te maken gehad met bestuurgeleed. Toen Ronaldo naar uh, Juve vertrok, toen leek Asensio wel een van de spelers te zijn die ging opstaan. En inderdaad, eigenlijk door verschillende omstandigheden is dat niet helemaal eruit gekomen. Zidaan houdt wel vertrouwen in hem, hè. blijft hem vaak opstellen. Ook als iedereen fit is, is Asensio vrij zeker van zijn plek daar uh, rechts. En uh, een hele handige speler. want hij heeft... Het is een beetje een mix tussen nummer 10 en een buitenspeler. Hè. Dus hij hij kan eigenlijk op zijn gevoel afgaan van oké okay, waar kan ik gaan toeslaan en zeker met Vinicius vind ik op zich die afwisseling wel goed want Vinicius houdt het echt breed ja en die is ja, een beetje onbesuist hmm. hè? dus die neemt meer risico in balbezit. en Asensio is juist iets zekerder aan de bal en uh, ja ik denk als je met twee buitenspits als Vinicius speelt op een gegeven moment mis je dan ook een beetje hè, dat je de bal makkelijk in de ploeg houdt Asensio ja. voelt dat wel beter aan de middenvelders kunnen dan niet aansluiten nee daarom dus uh, nee Asensio uh, ja, lijkt mij uh, ik zou zeggen op ascension letten bij deze wedstrijd. Ja, tot, tot slot, Bas. Hoeveel zin heb jij in de klassie? Ja. Als, ik, als ik nou zaterdag ja. om 9 uur begint het. Ja. Mijn plan is in ieder geval om voor die tijd echt de kinderen op bed te hebben, voeten op tafel ja. en alleen maar voetbal kijken. Zo? Ja, ja, het scheelt natuurlijk dat ik geen kinderen heb, dus uh, daar hoef ik ook geen rekening meer. Ja, Goed mevrouw Van der Hoven, hoe zit dat? Nee, ja, dus zaterdag is even geblokkeerd in de agenda inderdaad. Ja. Zaterdag is geblokkeerd? Nee, okay. uh, ja, om negen uur, ja, wordt heerlijk. Ik vind het ook een mooie tijd, moet ik zeggen, voor een Klassico. Ik stoorde me eens aan als het op zaterdagmiddag werd gespeeld, weet je wel, om vier uur, dan zit je nog niet echt lekker in. En nu heb je een mooi uh, de hele dag een beetje een opbouw, en ja. uh, s'avonds... Uh... Nou, een mooie, mooi biertje opentrekken en dan uh, er lekker voor gaan zitten. Ja, want onze feitenkoning Abbing, kwam voor de uitzending nog even terug. Van, wisten jullie dat tien jaar geleden was toen de klassico Storm? Dat waren de vier in tweeënhalve week. Klopt, Zo ja, met Mourinho geleden. die ja. toen uh, door het Lint ging. Hè? Ja. Het waren nog eens wedstrijden, want had je door de week inderdaad ook nog uh, zelfs, uh, om tien uur uh, waren ze volgens mij. Ja, Champions League, Die liepen ja, compleet Europa. uit de hand. Met Pepe toen nog. Ja. Ramos ja, in zijn wilde jaren. Nou, nee, dat, dat waren nog eens klasjes. Nou, het is niet snel dat je van een klasico genoeg krijgt, maar toen, toen waren het er wel veel een korte tijd. Ja, precies. Nu hebben we dat absoluut niet. Hey, we moeten uiteraard ook uh, voorspellen op, de, op deze wedstrijd. Ja. Wat verwacht jij van deze klasico? Wie gaat er winnen en met hoeveel gaat je uh, ploeg winnen? Ja, ik, denk, uh, ik denk toch dat Real Madrid gaat winnen. Met 2-1. Real Madrid gaat met 2-1 winnen. Ja. Nou, staat genoteerd. Jongens, jullie horen het. Bas denkt dat Real Madrid met 2-1 gaat winnen. Nou, laat in de comments weten of jullie het daarmee eens zijn of niet. Laat ook nog even in de comments weten wat jullie het beste slot zouden vinden. Uh, gaat het dan om doelsaldo? Gaat het om onderling resultaat? Of moet er een kampioenswedstrijd komen? Laat het weten en dan zien we jullie morgen weer voor de nieuwe video met Barcelona. Hè? Absoluut. Denk ja? gewoon eens wel dat Barcelona kampioen moet. Barcelona wordt kampioen. Jullie ja. horen Jongens, bedankt. Tot ziens. Pieter, Pieter de Black is de ding. baas. Die, uh, die, uh, Wie? Pieter Zwart.